Dat is mooi. Maastricht, de prachtige dom. Het was in Keulen. Renovatie. Uitje, Utrecht. Eigenzinnig, eigenwijs. De dom, het lijkt wel op de toren van Babylon, bra. Mooi, lijkt op het beursgebouw in Brussel. Inderdaad, goed dat er staat, voorzichtig. Hier kan je altijd chillen. De Oude Gracht, Poes. Bekendste straat hier in Tilburg, bro. Je kan hier, alles is gesloten, je kan hier gewoon overal zitten. Het lekt daar. Je hebt direct middeleeuwse vibes, piraten vibes, rattenplaag vibes, pest. Wat er opmerkelijk is, is dat er s'nachts hier, ofwel misschien was het een tentoonstelling, s'nachts hier was het allemaal verlicht. Je hebt zelf een tunnel en we gaan daar nu even naar op zoek. Fakka, we gaan gewoon gaan. Prachtig. Het lijkt op een scène uit The Pirates of the Caribbean, bro. Druppelgewijs. Kerkers van Utrecht. Prachtig gebouw. Met de Givenchy patronen erop gemaakt. Dat is echt wel deftig. Zie je het? Het jammer is dat het niet doorloopt. Je moet er constant op en af gaan. En hier is de drukte, you know me. Maar check deze deel. De winkel van Sinkel. En wij gaan naar de Laaggravense Plas. Dat is echt prachtig. Vietnamese lumpia's, de hoofdsnack hier in Nederland. Die kan je altijd vertrouwen voor 1 euro, 1,20 euro. Let altijd op hier dat niemand spuwt naar beneden, rochelt of overgeeft of zelf pist. De magieclub is een list. Ik ging bij waar ik wou zijn. De mystieke tunnel. De graffiti, man. Hier is de magieclub. Het hartje van Utrecht. Je hebt ook koffieshop andersom. Die ligt helemaal onder het water. Als je een jonko rookt beneden in de kelder, dan zie je gewoon letterlijk de grachten. Prachtig. En dat is nog niks. Tijd om even te genieten ook weer van dit mooie pentagon hier. Een beursgebouw. Prachtig. Ik had er nooit op gelet. Elke brug heeft ook een naam. Dit is de Bezembrug. Dan gaat het hier weer naar boven. Nu zijn we klaar voor de topattractie. Ik ben niet de enigste drijer. Er staat nog iemand te genieten van de mystieke tunnel. De Urban Urbex Tunnel. Full of graffiti. Het is een vibe. Zijn jullie er klaar voor? Oh,
zijn dinguerie, c'est la famille. Je staat hier even ontvlucht, weggevlucht van de massa. Het is moeilijk ademen, het is hier iets vochtiger en het druipt ook regenstraaltjes. Je zag het ook, op deze antieke steen. Het meest urban ook hier in Utrecht. Er is een club daaronder. Gekke locatie, gekke locatie. Ik zou er ook eens willen binnen gaan. Het is een nachtclub. Ik hoor wel techno. En goede vibes. Welkom in het culturele hartje, het Domkwartier. Wie zou deze strijdster zijn?